Ja, ik zeg het nog maar eens een keer. Op heel veel punten ben ik het niet eens met Geert Wilders. Ja, dat heb ik jullie vele malen verteld. Op één punt wel. Asiel. Het asielbeleid 100% met Geert Wilders eens. En daarom, ja, dacht ik altijd en denk ik ook bij mezelf. Laat hij nou in dat kabinet blijven. Laat hij nou in die coalitie blijven. Want dan gaat er tenminste hopelijk iets veranderen op asielgebied. Maar ja, we hebben dus nu dat hele gedoe gehad met noodwet en alles. En we noemen het allemaal op, een spoedwet. En toen ging Geert, die ging ineens, ja, dat gevoel kregen wij, ging hij dreigen met de kabinetscrisis. Maar, vrienden, de Geert heeft precies hetzelfde gedacht als ik. Want ik vertelde pas geleden nog over het casino en dat Geert de gok niet ging wagen. Hij denkt er precies hetzelfde over als ik. Ja, gelukkig maar. Ja, want hij denkt ook van, nee, die kans die krijg ik waarschijnlijk nooit meer. Om zo toe te slaan op het terrein van asiel. Dus hij doet water bij de wijn. Ja, hij doet het weer. Ja. Als de WK water bij de wijn wordt gehouden, hey, dan zetten we Geert in. Want die pakt medailles voor Nederland. Hij is aan het draaien, ja, zit hier aan het sturen, Max Verstappen, ja, stuurt weer voorzichtig bij, Geert, ja. En is dus in gesprek met Jan Alleman over allerlei alternatieven. En heeft Faber, hup, heeft die Faber gewoon aan de kant gezet. Ja, heb je dat gelezen? Nee, die doet niet meer mee. Want die Faber, ja, die geeft allemaal wel hele stevige teksten af. En ja, strengste beleid en doet wel stoer en noem het allemaal maar op. Maar weinig resultaten bij Faber. Faber is een soort, ja, zo'n hardwerkende middenvelder bij PEC Zwolle of bij Heerenveen, weet je wel. Doen geweldig hun best. Maar winnen niet vaak. Nee, dus weinig resultaat. En nu heeft Wilders bedacht bij zichzelf, ja, luister eens even goed. We moeten nu met resultaten gaan komen. We moeten nu de aanhang van de PVV even laten zien dat we wel kunnen regeren. Dus die heeft nu het voortouw gepakt en die is nu bezig. Om te zorgen dat de boel weer een beetje rustig wordt. Dat alles weer een beetje op de rails komt. Gaat waarschijnlijk een beetje genoegen nemen met een spoedwet en huppatee. En dan kunnen er waarschijnlijk wat maatregelen worden uitgerold. Nou, hey, ik ben er blij mee. Goed gedaan, Geert.